Dit is een historisch moment. En het is een voorrecht om als eerste partijleider de gezamenlijke congressen van GroenLinks en Partij van de Arbeid toe te mogen spreken. En ik vind het een grote eer deze unieke gebeurtenis met jullie te mogen delen. Lieve vrienden, dit congres zal de geschiedenisboeken ingaan. En hetzelfde geldt voor onze verkiezingscampagne. Want wij laten de kracht van samenwerking zien. Juist in tijden waarin er veel verdeeldheid is, laten wij zien dat wij de problemen van dit land gezamenlijk kunnen oplossen. Dat deden we door het prijsplafond voor energie. Dat deden we met extra geld voor de kinderopvang. Dat deden we door het minimumloon en de AOW te verhogen. En dat smaakt naar meer. In de Eerste Kamer vormen we straks één blok met één doel: een sociale toekomst voor iedereen. Voor iedereen die snakt naar verandering. Voor iedereen die hoopt op vooruitgang. Voor iedereen die behoefte heeft aan optimisme en hoop. En voor al die mensen heb ik goed nieuws. Een linkse koers komt eraan. We gaan het doen, we gaan het nu, we gaan het doen vandaag. Lieve mensen, wij weten dat we Nederland eerlijker, socialer en groener kunnen maken. En het is niets voor niets dat andere partijen waarschuwen voor onze gezamenlijke kracht. Als de premier zo'n interview geeft, dan verwacht je dat hij vertelt wat hij wil met ons land. Dan verwacht je dat hij ideeën heeft voor onze toekomstige generaties. Dan verwacht je dat hij met voorstellen komt voor een fatsoenlijk loon, gewoon om rond te komen. Maar bij gebrek aan ideeën vult hij krantenpagina's met bangmakerij. Hij heeft 2 pagina's nodig om te vertellen wat hij niet wil. Hij scheidt in zijn broek, roept iemand hier in de zaal. En laat ik het netjes verwoorden, hij waarschuwt voor onze plannen. Maar de VVD is duidelijk bang en zenuwachtig. Maar namens wie is hij dat eigenlijk? De VVD is zenuwachtig namens de pandjesbazen, omdat hij weet dat er dan vaste huurcontracten komen. Hij zegt dit namens de boardrooms, omdat ze dan hun megawinsten met hun werknemers moeten delen. Hij roept dit namens de oliebedrijven die nu miljarden binnenharken, terwijl miljoenen mensen niet eens de energierekening kunnen betalen. Mark Rutte is bang namens iedereen die elke gelegenheid aangrijpt om zichzelf te verrijken. Hij is bang, want hij weet, dat gaan wij nooit accepteren. En voor wie kiezen wij dan? Wij kiezen voor de mensen die ons land draaiende houden. Voor de schoonmaker die de bedrijfskantine opruimt. Voor de ondernemer die wel voor zijn of haar personeel opkomt.
voor de buschauffeur die ons straks weer naar huis toe brengt. En de verpleger die voor onze ouderen zorgt. Als rechts het heeft over hardwerkend Nederland, dan gaat het niet over u. Dan gaat het niet over de 90% van Nederland. Dan gaat het niet over al die mensen die met dag en dauw opstaan om voor ons te zorgen en Nederland mooi te maken. Dus ik zeg tegen de VVD, als eerlijk delen je angst inboezemt, dan ben je het oog voor de samenleving volledig kwijt. Als je denkt dat het ze wel lekker gaat in Nederland, dan heb je echt geen flauw benul wat Nederland nu nodig heeft. Als je kiest voor machtsbehoud in plaats van landsbelang, dan betaalt de samenleving die rekening en dat is onacceptabel. En het gaat er daarom ontspannen. Kiezen wij voor iedereen voor zich of saamhorigheid? Kiezen wij voor een doodlopende weg of kiezen we voor je mooie koers? Kiezen wij voor bangmakerij of optimisme? Het linkse blok gaat het grootste worden en dan komt verandering heel dichtbij. Dan zorgen wij ervoor dat werken weer loont. Dat je kunt rondkomen van een baan en dat we eerlijk delen. En dan kiezen we voor een groene toekomst. Maar eerst, lieve mensen. Eerst is het aan de kiezer. Dus ga naar buiten. Vertel aan je dochter die voor het eerst mag stemmen. Zeg het tegen je vrienden die vielen voor nieuw leiderschap. Aan iedereen die hoopt op een mooie toekomst. Vertel ze dat het mogelijk is. En zeg ze, links gaat winnen. Woehoe!